gebruik dat u heeft gekozen voor de Beneteau 25.7. In dit korte instructiefilmpje laat ik u de mogelijkheden van de boot zien en we beginnen in de kajuit. Bij binnenkomst in de kajuit vinden we de afsluiter van de dieseltank. Deze kun je gebruiken als er eventueel brand ontstaat op het schip. Gaan we verder met het display in de boot. Linksboven vinden we de navigatieverlichting. Daaronder vinden we het ankerlicht, de snelheids- en de dieptemeter, de cabineverlichting, de bilgepomp en de stopcontacten. Met de onderste schakelaar van de stopcontacten doe je ook gelijk de radio aan. Daaronder vinden we het display van de kachel. De rechterknop is kachel aan, linksboven is ventilatie aan. Met de pijltjes kun je de temperatuur instellen. Rechts van het kacheldisplay vinden we een 12 volt aansluiting. Tijdens het varen heb je alleen 12 volt in de boot. En als je gebruik wil maken van de 220 moet je de walstroomkabel aansluiten. Gaan we verder naar de kiel. Deze boot heeft een ophaalbare kiel. En die kun je instellen met de lierhendel die je ook gebruikt voor de fokkerschoot bijvoorbeeld. Op de pijltjes kun je precies zien wanneer de kiel omhoog draait en wanneer hij naar beneden draait. En onder de tafel vind je een richter waarop je precies kunt zien hoe diep je kiel steekt op dat moment. Gaan we verder naar het toilet. Door de schakelaar naar rechts te doen pomp je het water weg zonder toevoer van water. En naar links heb je extra toevoer van water. Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Het is een pompsysteem. Je zet hem in de vrije stand omhoog en naar beneden. In het toilet blijft altijd wat water staan. Dit is om te voorkomen dat het gaat stinken in de boot. Gaan we verder naar de wastafel. Dit is ook een pompsysteem. Gaan we verder naar de wastafel van de keuken. Hier pomp je water in met deze hendel. Naast de wastafel vind je de koelbox. Hiervoor kun je koelelementen bij de receptie vragen. En deze kun je bij de meeste jachthavens weer omwisselen. Het gas aandoen is eigenlijk heel makkelijk. Je draait de knop open. Steekt de gaspit aan, houdt de knop even vast en laat hem daarna los. Belangrijk is na het koken dat je alle gasknoppen weer even dicht zet. In de kuip vinden we hier de dieptemeter, snelheidsmeter en de afstandsmeter. Het starten van de motor gaat eigenlijk heel gemakkelijk. We hebben hier rechts de aan- en uitknop van het contact. Daar links van hebben we de gloeiknop. Eigenlijk moet je minimaal 5 seconden gloeien. En op het moment als je 5 seconden gegloeid hebt, kun je de motor starten met deze bovenste knop. Uitdoen van de motor werkt heel gemakkelijk. Linksonder hou je ingedrukt en vervolgens doe je het contact ook weer uit. Soms heeft de motor nog even wat extra stroom nodig en blijft die piepen. Dit kun je verhelpen door het rode knopje in te drukken en even wat gas te geven in de vrij. Het starten van de motor gaat eigenlijk heel makkelijk. Je drukt eerst het contact aan, vervolgens gloei je 5 seconden voor en druk je de startknop in. Uitdoen van de motor werd ook heel gemakkelijk. Je drukt de stopknop in en vervolgens druk je het contact uit. In de boot is geen tankmeter aanwezig. Wel kun je aan stuurboordzijde in de bakskist zien wat het niveau van de dieseltank is. Aan bakboordzijde achter in de kuip vinden we de gasfles. Heel wel eens gebeuren dat de eerste gasfles leeg raakt. Voor in de punt bij het anker tref je nog een gasfles aan. En deze kun je makkelijk zelf omzetten met de waterpomptang uit de gereedschapskist. Aan de stuurboordzijde voor op het schip vinden we de tankdop van de vuilwatertank. In de tank is een overloop aanwezig. Zo kan de tank nooit vol raken en gooit je het automatisch overboord. Mocht je het willen, kun je toch de tank leeg laten zuigen in verschillende jachthavens. Aan bakboordzijde vinden we de tankdop van het schoonwater. Deze kun je openen met de lier die je ook gebruikt voor de kiel en voor de fokkerschoot bijvoorbeeld. Achter op de Beneteau vinden we de walstroomaansluiting. Tijdens het zeilen heb je alleen de beschikking tot 12 volt. Als je de walstroom aansluit, heb je je beschikking tot 220 volt. Tijdens het varen met elke boot kan het gebeuren dat je vast komt te zitten aan de grond. Vooral in Friesland zijn er een aantal gebieden waar je snel vast komt te zitten.
Hoe ga je te werk? Als eerste beoordeel je de situatie. Zit je in een noodsituatie, dan bel je 112. Als het niet het geval is, bel je eerst autonoom Heeg. 0515 442898. Krijg je geen gehoor en zit je op open water, dan kun je altijd de KNRM bellen. Deze komen je er gratis altijd helpen. Let goed op, binnen Nederland zijn er een aantal commerciële bedrijven die altijd willen helpen met de sleepdienst. Accepteer dit nooit, want deze kosten kunnen oplopen tot wel 5000 euro. In de boot zijn verschillende hulpmiddelen aanwezig om optimaal te kunnen genieten van je vaarvakantie. Zo hebben we hier een instructieboekje over de boot, een algemeen informatieboekje over de mogelijkheden van de boot, vaarkaarten van het IJsselmeer en van de Waddenzee en van Friesland. Tijdens het varen is het verplicht om altijd stuurboord op het water te blijven. Probeer tijdens het zeilen ook altijd rekening te houden met andere schepen op het water. Bij het aanmeren adviseren wij om altijd met z'n tweeën goed de voorbereiding te doen, zodat je niet voor onverwachte situaties komt te staan. Geniet van je vaarvakantie!